Wat zijn uw psychiatrische aandoeningen? U hebt er allemaal wel eens van gehoord, maar wat is het nu eigenlijk precies? En hoe ga je daar zelf mee om als je ermee te maken krijgt? Hoe ga je daarmee om ten opzichte van andere mensen? Dat is belangrijk. En hoe ga je er ook in je geloof mee om?